Welkom dames en heren bij deze eerste video van Resurrexit, die een inleiding wil zijn bij de Eerste Korintiërsbrief. In deze inleiding zullen we de context en de inhoud van de Eerste Korintiërsbrief bespreken met een expert ter zake, namelijk professor Raymond Bieringer, professor Nieuw-Testamentische Exegese aan de faculteit Theologie van de Katholieke Universiteit in Leuven. Professor Bieringer, welkom hier bij ons in de studio. Dank u wel. Ik stel voor dat we meteen de koe bij de horens vatten en met een eerste vraag. Namelijk, wanneer schreef Sint Paulus die brief, die eerste Korintiërsbrief, die eerste brief aan de gemeenschap van Korinthe? Volgens de chronologie van het leven van Paulus kunnen we redelijk zeker zijn dat hij deze brief in het voorjaar 54 of 55 heeft geschreven. Eventueel nog 56, dus met 2 jaar schommeling. Maar zeker in het voorjaar, dus voor Pinksteren, omdat hij zegt daar iets over in het 16e hoofdstuk van die brief. Dus we kunnen het jaar opgeven, we kunnen de tijd van het jaar opgeven, maar natuurlijk hoor ik in uw vraag ook de vraag, wat is er op dat moment in het leven van Paulus aan het gebeuren? Op welk punt staat hij in zijn persoonlijke biografie? Ja? Inderdaad. Dus we moeten eraan denken dat Paulus ongeveer 4 jaar voordien, 5 jaar voordien, de gemeenschap in Korinthe heeft gesticht. 49 tot 51 brengt Paulus 18 maanden door in Korinthe. Er is intussen al veel gebeurd. Hij is intussen in Efeze. Hij heeft daar 2,5 jaar doorgebracht, 52 tot 54. Dat was blijkbaar een heel groot centrum van verkondiging van het evangelie, van stichting van gemeenten. Dus de grote gemeente in Efeze werd daar opgebouwd. En Paulus schrijft deze brief vanuit Efeze aan het einde van zijn verblijf daar. Mm-hmm. Het is dus een overgangsperiode voor Paulus. Een periode ook op een moment wanneer hij blijkbaar een levensbedreigende situatie heeft meegemaakt, misschien in de gevangenis. Paulus waarschijnlijk rond 55 jaar oud ongeveer. Hij staat bijna op het hoogtepunt van zijn leven, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Natuurlijk, de heel bekende en theologisch zeer sterke brieven komen nog daarna, 2 Korintiërs, Galaten en Romeinen. Maar in het voorjaar van 54, laat maar zeggen, schrijft hij dus ook 3 brieven eigenlijk. Niet alleen 1 Korintiërs, maar ook Philemon en Filippenzen. Mm-hmm. En is deze brief, we weten natuurlijk dat er een 2e Korintiërsbrief is, maar moeten deze brieven als losstaande documenten worden gezien? Of gaat het hier echt om een interactie tussen Paulus en de gemeenschap van Korinthe, die deze 1e of natuurlijk 1 en 2 Korintiërsbrief, die wel degelijk die 2 brieven overstijgt? Gaat de interactie veel verder? Dan... U heeft gelijk met wat u insinueert in uw vraag. Het is inderdaad zo dat 1 Korintiërs deel uitmaakt van een zeker netwerk, van een zekere communicatie tussen Paulus en de Korintiërs. Omdat nadat Paulus in 51 Korinthe heeft verlaten, is hij hen niet vergeten. Hij is met hen in contact gebleven. Er is eigenlijk meer bekend dan in verband met gelijk welke andere gemeente. Omdat Paulus heeft waarschijnlijk 4 brieven geschreven, waarvan onze 1e en 2e Korintiërsbrief maar 2 zijn. Hij heeft voor 1 Korintiërs nog een brief geschreven, die hij vermeldt in zijn 1e brief aan de Korintiërs volgens onze telling. Hij heeft dan nog tussen 1 en 2 Korintiërs een zogenaamde tranenbrief geschreven. Dus minimum 4 brieven van Paulus, mm-hmm. maar interessant genoeg ook een brief van de gemeente van Korinthe na Paulus, mm-hmm. die hij in het 7e hoofdstuk van 1 Korintiërs vermeldt. Dus de Korintiërs schrijven ook een brief aan Paulus. Paulus heeft ook Timotheus gestuurd om hem te vervangen, in een zekere zin, in Korinthe tussendoor. De Korintiërs hebben mensen gestuurd, zoals de huisgenoten van Chloe, ook Stephanas, Fortunatus en Achaicus zijn dus als een soort delegatie bij Paulus in Efeze geweest en hebben hem daar ook het nieuws gebracht van wat er in Korinthe op dat moment gaande was. Dus eigenlijk zouden we een beetje een foutief beeld kunnen krijgen van wat wij nu kennen als het Nieuw Testament en de plaats van de brief van Paulus daarin. Namelijk door te denken dat, omdat dat de enige documenten zijn die we overgeleverd hebben, dat dat ook de enige documenten zijn geweest uit die periode. Maar dat is dus niet het geval. Het gaat dus wel degelijk om een tweerichtingsverkeer, niet alleen maar van brieven, maar ook van personen, die dus op die manier een netwerk constitueren van communicatie tussen Paulus en de verschillende christelijke gemeenten. Akkoord, inderdaad. Het was dus een echte correspondentie. Ja. En het was een echte relatie met
verschillende communicatie-elementen, inderdaad. En de brieven die wij in het Nieuwe Testament nog hebben, zijn dus bepaalde aspecten daarvan. En ze zijn natuurlijk een spiegel ook van die correspondentie, een spiegel van die communicatie tussen Paulus en de gemeente in Korinthe. Ja. En wat was het doel van Paulus' brief? Wat was het concrete doel? Wat was de aanleiding om de brief te schrijven? Wat wou hij bewerkstelligen met zijn brief? Wel, op een bepaald moment zijn dus die mensen van Korinthe bij Paulus op bezoek geweest en blijkbaar hebben zij hem daar verteld over grote verdeeldheid in de gemeente. Ja. En waarschijnlijk hebben zij op dat moment ook de brief van de Korintiërs gebracht, waarin heel wat vragen aan Paulus werden voorgelegd. En je ziet dan ook in de eerste brief aan de Korintiërs dat Paulus probeert die vragen te beantwoorden. Hij besteedt dan eigenlijk de eerste vier hoofdstukken aan de vraag van de verdeeldheid en hij probeert hen te overtuigen om dus die verdeeldheid te overwinnen. En hoofdstuk 5 tot 15 behandelt hij eigenlijk één na het ander, elk onderwerp dat zij blijkbaar aan hebben gekaart. Dus beginnend met vragen over seksualiteit, vragen over het offervlees, vragen in verband met de eredienst, de liturgie, vragen in verband met de verrijzenis. Ja. Dus eigenlijk twee derde van de brief, hè, dus de van 5 tot 15, dus 10 hoofdstukken lang, gaat Paulus eigenlijk in op concrete vragen die aan hem werden gesteld, die we zouden kunnen beschouwen als pastorale vragen. Dus kan men ook zeggen dat met een pastorale bril is, dat men eigenlijk die brief van die eerste Korintiërsbrief moet gaan lezen? Dat is inderdaad zo. Dus het zijn vragen die gerezen zijn in het dagelijkse leven van een vroege christelijke gemeente. Vooral natuurlijk die vragen over verdeeldheid. Het zou kunnen dat in hoofdstuk 5 tot 15 Paulus ook een of ander onderwerp binnenbrengt dat misschien niet noodzakelijk in die brief van de Korintiërs stond. Maar het zijn telkens vragen die heel concreet zijn en die met het leven van de Korintiërs te maken hebben. En die kan men pas goed begrijpen als men die ook leest vanuit een pastorale bewogenheid, vanuit een pastorale hermeneutiek. Dus Paulus probeert eigenlijk theologische elementen aan te reiken om concrete vraagstukken in het leven van zo'n vroeg christelijke gemeenschap op te lossen. Het is inderdaad zo, dus dat Paulus niet zomaar praktische antwoorden geeft, maar dat die voor hem vanuit de theologie komen. En in 1 Korintiërs specifiek vanuit de christologie. Mm-hmm. Dus dat is zeer typisch, zeer specifiek voor 1 Korintiërs, dat hij daar zeer sterk eigenlijk alle vragen probeert op te lossen vanuit een band met Christus. Mm-hmm. Het eerste hoofdstuk van 1 Korintiërs is de plaats waar het woord Christus het meest frequent voorkomt gelijk welk deel van de brieven van Paulus. En ook later probeert hij eigenlijk in elk hoofdstuk de band te leggen met Christus. Mm-hmm. In hoofdstuk 2, vers 16, misschien een van de meest belangrijke versen in de brief, zegt hij dus dat wij de gezindheid van Christus moeten aannemen in ons leven. En als wij dus vanuit de gezindheid van Christus leven, dan zal de verdeeldheid worden overwonnen. Dan zullen ook de problemen, de pastorale problemen in de gemeente, een oplossing krijgen. Ja. Dus hij stelt eigenlijk een herijking voor van het christelijke leven op Christus, om van daaruit de concrete vraagstukken aan te pakken. Dus inderdaad, Paulus neemt dus Christus altijd als diegene die we moeten navolgen en die we als voorbeeld moeten nemen. Ja. En dan iets over de gemeenschap. Wat weten we over die eerste christelijke gemeenschap in Korinthe? Hoe moeten we ons deze voorstellen? Het gaat hier nog niet om een volledige uitgebouwde kerk met gebouwen voor de eredienst enzovoort. Maar dat weten we wel. Maar hoe moeten we ons dan wel die gemeenschap voorstellen? Ja, het is inderdaad zo dat het een huiskerk is, of waarschijnlijk een kerk die uit verschillende huiskerken bestaat. En die huiskerken bestonden misschien alleen uit een tiental mensen, omdat de gebouwen waren niet zo groot, vooral van de superrijke mensen natuurlijk. Daaruit kan men ook al concluderen dus dat de meeste van hen waarschijnlijk ook uit een bescheiden achtergrond kwamen. Paulus alludeert daarop ook in het eerste hoofdstuk van 1 Korintiërs. Maar anderzijds waren er blijkbaar ook een aantal mensen die het breder hadden, een aantal mensen die misschien rijker waren. Mm-hmm. Er zijn een aantal namen die worden vermeld van mensen die toch al een leidinggevende rol hadden. Zelfs Febe, die Paulus dan in de Romeinenbrief vermeldt, maar die duidelijk de diakonos van Kenchreën is. En Kenchreën is de havenstad van Korinthe, maar enkele kilometers van Korinthe zelf. En dus, Febe wordt beschreven als
ja, een benefactor, zeggen ze in het Engels, een mecenas. Ja. Dus dat hangt duidelijk samen met het feit dat zij financiële middelen had om waarschijnlijk ook de werking van de verkondiging van het evangelie te ondersteunen financieel. Ja. Anderzijds heb je dan ook een gemeente met vrouwen en mannen. Mm-hmm. Vrouwen spelen blijkbaar een belangrijke rol. Misschien komen we daar later nog op terug. En ook een gemeente van Joden en van mensen die dus niet van Joodse afkomst waren. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk al voordat Paulus toekwam, sympathisanten met het Jodendom waren en daardoor vertrouwd waren met de Bijbel, vertrouwd waren met alles dat met het leven van Joden te maken heeft. Anders zouden ze het waarschijnlijk heel moeilijk hebben gehad om de verkondiging van Paulus te begrijpen. Het was dan ook een gemeente waar blijkbaar al bepaalde diensten bestonden, zoals een diakonos, ook al weten we niet heel goed wat dat inhoudt, maar die natuurlijk niet gestructureerd was zoals een parochie van. Ja. En in absolute aantallen, over hoeveel leden spreken we zo ongeveer? Ik denk hoogstens 100, ja. Maar dat kan zelfs zijn dat het maar 60 mensen waren. In de tijd toen Paulus de brief schreef. Was het een gemeenschap die van buitenaf onder druk stond? Kan men spreken van een situatie van vervolging? Of was er een milde vorm van aanvaarding van die christenen in die grote wereldstad? Ze waren natuurlijk een heel kleine groep van dus hoogstens 100 mensen in een maatschappij van 10.000, misschien zelfs meer. Ik heb de indruk vanuit de brief dat er niet echt grote problemen van buitenaf waren op dat moment. Men had nog niet veel reden of geen reden om die groep te vervolgen of zo. Het waren meer spanningen binnen de groep zelf in de vraag hoe zij met de mensen van buiten zouden communiceren. Ja. En daar dus vooral de vraag, Korinthe was een stad met heel veel tempels, een stad met heel veel religieuze activiteiten, zouden we het maar noemen. En daar is dus de vraag voor de nieuwe gelovigen. Wat doe ik als ik uitgenodigd word om ergens deel te nemen aan een bepaald ritueel in een tempel? Wat doe ik als ik vanuit mijn verplichtingen vanuit de familie dan moet deelnemen? Wat doe ik als er offervlees dat aan afgoden werd aangeboden, serveert om te eten? Ja. Dat soort problemen ontstonden. Ja. Dus de brief gaat eigenlijk in de eerste plaats over, laat ons zeggen, eerder interne spanningen, namelijk onder de leden, maar ook met vragen over hoe het christelijke leven moest geleefd worden. Eerder dan over externe spanningen, over de houding, hoe ze zich over hun positie in de maatschappij of over hoe ze moesten handelen in tijden van vervolging ofzovoort. Dat is eigenlijk minder een thema. Ik denk in de tijd van de eerste Korintiërsbrief is dat de indruk die men uit de brief krijgt. Ja. Zo, ik denk dat we daarmee al een zeer goed idee hebben over de context waarin dat de eerste Korintiërsbrief geschreven is. Ik wil u hierbij bedanken om ons alvast mee op weg te nemen, naar Korinthe, samen met Paulus. Heel graag. En we zullen straks nog een video maken over de inhoud van de eerste Korintiërsbrief. Daar zien we u zeer graag bij terug. Dank u wel.